Volgens de cijfers is de overlast in het lijnbaangebied en de vogelbuurt afgenomen. Maar bewoners vinden van niet. Zij vinden dat de leefbaarheid juist is verslechterd. Dat kan zijn omdat mensen niet melden. Dat kan zijn omdat er bepaalde situaties zijn waardoor mensen zich onveilig voelen, maar wat niet per se een onveilige situatie is. En dus zo zijn er verschillende varianten mogelijk. En dat moeten we wel met elkaar zien te traceren en zien aan te pakken. Dat betekent dat de gemeente doorgaat met de ingezette intensieve aanpak. Je kan het natuurlijk strafrechtelijk bestuurlijk aanpakken natuurlijk. Maar je kan ook kijken wat jongerenwerk daarin kan doen. Wat er voor de mogelijkheden nog meer van het bestuur zijn. Een wijkverbod wordt ook regelmatig uitgedeeld. Dat mensen gewoon een tijd niet meer in de wijk mogen komen. Waarschuwingen, bekeuringen. Ja, en zo proberen het toch een beetje in te dammen dat het gewoon niet getolereerd wordt. Zo is bij 34 mensen hun onterechte uitkering stopgezet. En zitten 2 bewoners in de cel wegens crimineel leiderschap. Wij hebben gezien uit cijfers in de loop der jaren dat het vroegtijdig schoolverlaten en het schoolverzuim in de lijnbaan eigenlijk heel zorgwekkend is. Toch heeft daar de overlast vooral te maken met wietteelt en drugshandel. Op het Vogelplein gaat het vooral om jonge gastjes die rondhangen, herrie maken en vernielingen plegen. Wij gaan in gesprek met hen om te kijken wat er aan de hand is. Maar en als we dingen zien die we niet accepteren, ja, dan grijpen we ook echt in.